Papa, ik wil ook graag koken. Sorry, Caillou, maar de barbecue is veel te heet. Waarom ga je niet met Roosje spelen tot het eten klaar is? Kijk, mama, kijk. Oh, nee, mieren. Jakkes. Ga maar even vragen of oma hulp nodig heeft in de keuken. Dan zorg ik dat die mieren snel weer verdwijnen. Oké, mama. Oma, wat bent u aan het doen? Ik maak mijn speciale supergeheime aardappelsalade. Supergeheim? Jij mag mijn proefpersoon zijn. Lekker! Wat een prachtige avond. Volgens mij zie ik daar de avondster. Wauw, wat is die mooi. Dit doet me denken aan die keer dat ik een vallende ster zag. Een vallende ster? Dat is een ster die snel door de lucht vliegt, net als een vogel. Het is net magie. Kom, Caillou, we gaan weer aan de slag. De hotdogs zijn klaar. Njam! Kijk, een vallende ster. Wauw! Wat een mooie! Waar? Hij was een paar seconden geleden nog te zien. Opa, er was net een vallende ster buiten. Maar nu is hij weg. Er komen er nog wel meer. Laten we gaan kijken. Zie je, Caillou? Daar gaat er nog een. Waar? Ik wil hem ook zien. Oh. Het komt wel goed. Vallende sterren gaan heel snel en zijn moeilijk te zien. Caillou wilde heel graag een vallende ster zien. Hij besloot om net zo lang te wachten tot het gelukt was. Het spijt me dat je de vallende ster niet hebt gezien, Caillou. Zullen we anders naar de maan kijken? Ja, ik wil de maan heel graag zien. Oh, de maan is groot. Zie je die groep sterren? Die heet de grote beer. Maar ik zie helemaal geen beer. Oeps. Het geeft niet. Waar waren we? Eens kijken. En die groep daar heet de kleine beer. Tot snel weer. Caillou, kijk, vlug. Oh, ik heb hem alweer gemist. Rustig maar, Caillou. Er komen vast meer avonden met vallende sterren. Caillou wist niet zeker of hij ooit nog een vallende ster zou zien. Hij was verdrietig. Tijd om te gaan slapen, Caillou. Het is al laat. Welterusten. Welterusten, sterren. Wauw! Gilbert, dat kietelt. Caillou wist niet zeker of hij papa en mama wakker moest maken. Gilbert. Goedemorgen, Caillou. Zullen we lekker gaan vliegen? Papa, laat me vliegen. Wieuw! Oh, nee. De wekker is niet gegaan. Straks kom ik te laat op mijn werk. Caillou, ga jij maar alvast naar beneden om Gilbert eten te geven. Dan maak ik Roosje wakker. Gilbert, wacht op mij. Gilbert, kijk nou eens wat je doet. Caillou! Mama heeft haast. Dus even door eten, oké? Caillou was niet blij dat iedereen deze ochtend zo gehaast was. Papa is grappig. Oh. Eet je ontbijt op. We hebben haast. We hebben het ontbijt helemaal opgegeten. Goed zo. Gaan jullie even tanden poetsen? Roosje, wacht.
Wil je er net als mama uitzien? Ja! Dat doe je zo. Roosje, niet bewegen. Klaar. Roosje. Caillou, heb jij dit op je zusje gesmeerd? Ik wou dat Roosje er net zo mooi uit zou zien als jij. Je weet toch dat je niet met mijn make-up mag spelen? Kom, Roosje, dan gaan we je weer schoonmaken. Hup, even aankleden. Jij en Roosje gaan straks in de speelzaal spelen. Ik wil helemaal niet naar de speelzaal toe. Caillou! Waarom duurt het toch zo lang? Ga jij de auto maar van starten. Papa, ik zit vast. Auw! Caillou, mama is buiten op je aan het wachten. Caillou vond het een erg drukke ochtend. En het werd hem allemaal een klein beetje te veel. Ik wil niet met mama mee. Ik wil hier thuis bij jou blijven. Maar ik moet straks naar mijn werk toe. Ik wil niet dat je naar je werk toe gaat. Wacht even. Ik ben zo weer terug. Papa zei dat mama alvast kon gaan en dat hij Caillou naar de speelzaal zou brengen. Ja! Gaan we vandaag lekker thuis blijven en spelen? Nee, Caillou. Papa moet straks gewoon naar zijn werk toe. Maar eerst gaan we jou even aankleden. Ik wil jou iets laten zien. Wat wil je me dan laten zien, papa? Ik ga je een heleboel mensen laten zien die allemaal aan het werk moeten. Net zoals mama en papa. Goedemorgen, Caillou. Bent u aan het werk? Reken maar. Ik bezorg de post. Vind je het leuk om me te helpen? Mag dat? Hier, zou je deze brief in de brievenbus van meneer Hinkel kunnen doen? Zie je, Caillou? Een postbode werkt elke dag. Waarom? Zodat we zeker weten dat meneer Hinkel zijn post krijgt en je vader zijn rekeningen. Ik pak ze wel even. Kijk al die papieren, papa, ja, snel. Ik heb ze. Zouden jullie niet gewoon meteen bij ons kunnen komen werken? Kan dat? Tuurlijk. Maar dan moet je nog wel een beetje ouder zijn, oké? Je moet wachten tot je groot en sterk bent. Het is een zware klus om de stad schoon te houden. We hebben best wel hard gewerkt. Ik vind dat we iets lekkers verdiend hebben. Ja! Ik moet eerst nog even geld opnemen. Waarom moet je eigenlijk werken, papa? Omdat ik het leuk vind en ik verdien er geld mee. Maar je krijgt toch geld uit de automaat? Ja, dat klopt. Maar ik moet het er eerst zelf in stoppen. Ik heb ook een lekkere muffin. Heb je ook een chocolademuffin, net zoals ik? Nee. Kunt u de zwaailichten aanzetten? Misschien hebben de agenten het een beetje druk, Caillou. Nee hoor, we hebben pauze. Zou jij ze willen aanzetten, Caillou? Ja! Dit is agent Caillou, team 4. Oké, agent Caillou. Het is tijd om ze weer aan het werk te laten gaan. Papa, als ik groot ben, wil ik ook een politieagent worden. Dat vind ik een fantastisch idee, Caillou. Maar nu gaan we eerst naar de speelzaal toe, oké? Papa gaat nu ook werken. Net als alle andere mensen die we vanmorgen hebben gezien. Oké. Oké. Daar ben je, Caillou. Ik vroeg me al af wanneer je zou komen. Mevrouw Martins, ik heb in een politieauto gezeten. Echt waar? Dat was pas heel leuk. Ik heb Caillou werkende mensen laten zien. We hebben ook een postbode en een vuilnisman gezien. Toch, Caillou?
Ja, maar de politieman heeft het leukste werk. Nou, ik vind dat ik het allerleukste werk ter wereld heb, want ik mag lekker met jou spelen. Over en uit, agent Caillou. Ik kan hem echt nergens vinden, mama. De dag was aangebroken waarop Gilbert naar de dierenarts moest voor zijn jaarlijkse controle. Gilbert, waar zit je nou? Jij stoute kat. Maar Gilbert was nergens te vinden. Ik kan niemand echt nergens vinden, schat. Weet je zeker dat hij hier staat? Heb je Gilbert gevonden, Caillou? Nee, papa. Ik kan zijn reismand ook niet vinden. Kijk eens wat ik heb gevonden. Toen Gilbert zijn mand zag, wist hij dat dat betekende dat hij in de auto zou moeten. En daar hield Gilbert echt niet van. Gilbert wil niet naar de dierenarts toe. Ja, dat weet ik, maar we gaan toch? Hij moet onderzocht worden. Onderzocht worden? Net als wanneer ik zelf naar de dokter ga? Inderdaad. De dierenarts is de dokter van Gilbert. Het komt goed, Gilbert. Ik let wel op jou. Papa, Gilbert is uit zijn reismand ontsnapt. Oké, geen zorgen. We hebben alles onder controle. Hoop ik. Ik kan zijn staart zien. Stoute kat, Gilbert. Hij is niet echt een stoute kat, Caillou. Hij is gewoon bang. Hij houdt er niet van om in een auto te zitten. Gekke Gilbert. Ik vind autorijden juist heel erg leuk. Gilbert zat snel weer in zijn mand en ze gingen op weg naar de dierenarts. Vertel eens, Caillou. Hoe is Gilbert nou eigenlijk uit die reismand ontsnapt? Ik wou hem alleen even aaien. Dat was lief van je. Maar nu laten we hem even in zijn mand zitten. Oké? Oké. Sarah! Hoi, Caillou. Wat doe jij nou hier? Gilbert moet onderzocht worden. Ollie is hier om zijn tanden schoon te laten maken. Hij blijft een nachtje slapen. Heb je wel zijn tandenborstel meegenomen? Nee, Suffert. Hij heeft geen tandenborstel. De dierenarts gaat zijn tanden voor hem schoonmaken. Mooi, alles ziet er goed uit. Nu moet een Gilbert alleen nog zijn injecties geven. Doet dat dan geen pijn? Maar een klein beetje. En zo weten we zeker dat hij een heel jaar gezond blijft. Zou je me even willen helpen, Caillou? Je mag Gilbert lekker aaien, zodat hij rustig blijft. Geen zorgen, Gilbert. Zo, helemaal klaar. Dat viel best mee, of niet? Gilbert, kom terug! Oh nee, niet weer. Hoi, Leo. Wat heb jij meegenomen? Dit is mijn nieuwe raket. Wauw! Hebben jullie het leuk? Wij zijn astronauten! Zoiets dacht ik al. We gaan naar de maan toe! Als jullie maar op tijd terug zijn voor het middageten, oké? Kan je met de teddybeer spelen? Dat wil ik niet. De maan is deze kant op. Ja. Wow, astronauten, even iets rustiger. Roosje wilde heel graag met Caillou en Leo spelen. Oh,
Dat is interessant. Er wordt morgen een planetarium geopend. Volgens mij ken ik een paar astronauten die dat vast heel leuk vinden. Ik ook. Oh, kijk. Ze houden een wedstrijd voor het beste astronautenpak. Een astronautenpak? Kan je met de teddybeer spelen? Nee, Roosje. Ik weet dat je met ze wilt spelen, lieverd. Weet je wat? We gaan iets verzinnen dat we samen kunnen doen. Wij gaan samen astronautenpakken maken. Hebben jullie het nieuws gehoord? Ze gaan een planetarium openen. Wat is dat? Hoe leg ik dat uit? Dat is een soort bioscoop waarin je de sterren en de planeten kunt zien. Heel groot. Wauw! Mogen we daarheen? Ik zou niet weten waarom niet. Zou jij er ook graag heen willen? Dan bel ik je moeder even. En er is ook nog een wedstrijd. Een wedstrijd? Ja, voor het beste astronautenpak. Leo, je lijkt zo precies op een ruimteman. En ik ben een ruimtemonster. Caillou, mama zei dat je Roosje aan het huilen hebt gemaakt. Ik weet best dat je niet altijd met Roosje wilt spelen, maar ze is wel je zusje. Dus je moet proberen lief voor haar te zijn. Oké, papa. Doe maar, drink je melk op. Het is tijd om te gaan slapen. Er zit nog melk op je lip. Wat is er zo grappig? Oh, ik snap het al. Jullie zien eruit alsof jullie naar de melkweg zijn geweest. Wat is de melkweg? Tja, even denken hoor. Dat is het sterrenstelsel waar ons zonnestelsel in zit. Het is een plek in de ruimte waar ontelbaar veel sterren zijn. Precies wat ik zocht. Waar heb je die nou voor nodig? Dat is een geheim. Caillou wilde heel graag weten wat het geheim van mama was. Wat Caillou en zijn vader niet wisten, was dat mama ook astronautenpak aan het maken was. Perfect. Waarom zijn de sterren? Welterusten, papa. Die nacht droomde Caillou heerlijk over de sterren, de planeten en over de melkweg. Vind je mijn kostuum mooi? Ik ga de wedstrijd winnen. Van harte welkom in het planetarium. Wauw! Ik heb vandaag een speciaal spel voor jullie. Kijk, ik loop nu op de maan. Kunnen jullie dat ook? Heel erg goed. En daar is de melkweg. En nu iets heel erg bijzonders. Maanwandelen. Dat is de maan. En daar komen de maanwandelaars. Wauw, dat
zijn wij op de maan. En dat is het einde van onze show. Maar jullie hebben nog één ding te goed. De uitreiking van het beste astronautenpak. En de prijs gaat naar... Roosje en de moeder van Roosje. Dus dat is waar mama die overhandschoenen voor nodig had. Gefeliciteerd! Ik ben een piraat. Wat ben jij aan het doen, piraat Caillou? Ik ben op zoek naar een schat. Piraat Caillou wist niet dat hij die dag een echte schat zou vinden. Op een heel onverwachte plek. Ik kan niet wachten tot Caillou een beetje ouder is. Dan kunnen we samen een potje rugby spelen. Zoals wij samen. Hey! Kom op, piraat Caillou. Het is tijd om naar huis te gaan. Maar ik wil nog niet naar huis. Want ik heb de schat nog niet gevonden. Nou, waar die ook mag zijn, ik weet dat hij er de volgende keer nog ligt. We zijn thuis, mama. Mama, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het opruimen. Mag ik meehelpen? Tuurlijk. Hier, doe dit maar in die doos. Oké. Oh! Sorry, mama kan nu even niet bellen. Ze is druk bezig. Oh, ik had toch tegen je vader gezegd dat hij dat oude ding moest weggooien? Het is echt een hamsteraar. Wat is een hamsteraar? Een hamsteraar is iemand die nooit iets weg kan gooien. Ben ik een hamsteraar, mama? Nou, je hebt wel een hoop speelgoed in je slaapkamer waar je nooit meer mee speelt. Ik speel met al mijn speelgoed. Caillou, ik moet nu echt verder met die boeken uitzoeken. Toen Caillou de oude kist zag, was hij ontzettend nieuwsgierig wat erin zou zitten. Caillou wist het zelf nog niet, maar dit was de schat waar hij naar op zoek was. Wauw! Een kist vol met spullen die zijn vader had verzameld. Oh. Wat heb je daar, Caillou? Lachen! Ik maak een foto van jou! Klik! Wauw! Wat heb je nu weer gevonden? Een heleboel spullen! Laat eens kijken. Deze droeg ik toen je vader me meenam naar een heel bijzonder feest. Niet te geloven dat hij hem heeft bewaard. Hé, hey, wat zijn jullie nou aan het doen? Kijk, papa! Haha, mijn oude mondharmonica! Je bent een echte hamsteraar. Mama zei dat ik ook een hamsteraar ben. Wat heb je daar? Wat is dit? Niet te geloven. Dit is mijn oude rugbybal. Ik moet hem alleen even schoonmaken en weer oppompen. Zal ik jou rugby leren spelen? Ja! Ik heb hem alles geleerd wat hij weet over rugby. Ben je klaar, Caillou? Daar komt-ie! Oh. Het was een prachtig weekend. En Caillou was helemaal opgewonden, want hij ging lekker kamperen. Mama, ik moet heel nodig. Nu! Kan je echt niet even wachten? Caillou? Huh? Wat is er aan de hand, Roosje? Mama is weg! Je hebt gelijk. En Caillou ook. Oh, daar ben je! Ja! En waar is Caillou? Hij moest echt heel nodig plassen. Caillou! Ik ben klaar! Kom mee, dan gaan we weer verder. Ja, op naar de camping, jongens.
nu ik erover nadenk. Wat is er aan de hand, schat? Ik denk dat ik zelf ook maar even ga. Wat is dat? Dat is een waarschuwing dat er hier elanden zijn. Zo weten automobilisten dat ze moeten oppassen voor elanden. Een eland? Wauw! Kan ik er eentje zien? Roosje ook! Ik zou er maar niet al te hard op hopen, Caillou. Waarom niet? Omdat elanden heel schuw zijn. Caillou vond het heel gek dat zulke grote beesten schuw konden zijn. Hallo, luikjes. Welkom bij Camp Room. Mijn naam is Pierre. Hoe heet jullie? Caillou. Je gaat hier heel veel avonturen beleven, Caillou. Je kunt spelletjes spelen en lekker zwemmen en zelfs een berg beklimmen. Wat wil je als eerst gaan doen? Ik wil graag een eland zien. Ik ben bang dat dat niet makkelijk wordt. Elanden blijven liever uit de buurt van mensen. Ik geloof niet dat we er ooit een in het kamp hebben gezien. Wat zeg je ervan als we ze een handje helpen? Bijna. Ja. Phew. Goed gedaan, Caillou. Kom je er ook in, Caillou? Wacht op mij, mama. Oh, wat is er aan de hand, lieverd? Kom maar, het water is heerlijk. Maar er zwemt iets in het water, mama. Dat zijn kleine visjes, Caillou. Maak je geen zorgen. Ze zijn veel banger voor jou dan jij voor hen. Caillou wist ineens niet zo zeker of hij nog wel wou zwemmen. Het is echt te diep. Het is helemaal niet diep. Het is te koud. Wil jij mij niet lekker nat spetteren? Toen Caillou eenmaal in het water was, vond hij het helemaal niet eng meer. En het was al snel tijd voor het middageten. Ik ruik iets heel erg lekkers. Ik zou wel een paard op kunnen. Ik zou wel een eland op kunnen. Eland, eland! Kijk! Oh nee, een eekhoorn. Weg, weg! We mogen de wilde dieren geen eten geven, Caillou. Waarom niet? Omdat ze hun eten in het bos horen te vinden. Wat gaan jullie vanmiddag doen met z'n twee? Wij gaan samen berg beklimmen. Ja! Heel goed, Caillou. Blijf doorgaan. Het gaat geweldig. Is alles goed, jongen? Caillou was een beetje bang toen hij uitgleed. Maar hij wilde aan papa laten zien dat hij ook dapper was. We zijn er bijna. Kijk maar. Het is gelukt! Oh, wat is papa trots op jou. Ik geloof dat bergbeklimmen hard werk is. Kom op, jongens. Het is bedtijd. De tent is helemaal klaar van binnen. Ik wil graag in de hangmat blijven. Het zou wel leuk zijn om buiten te slapen. Oké, goed dan. Caillou vond het heel fijn om met zijn papa in de hangmat te slapen. Welterusten, slaap lekker. Wel goed oppassen voor eekhoorns. Caillou was erg onder de indruk van de eland.
Hij had nog nooit eerder zo'n groot beest gezien. Mama, mama, kom eens kijken. Papa, ja. Papa, kijk dan. Oh, wauw. We moeten zo stil zijn als maar kan. Niet vergeten, elanden zijn heel erg schuw. Het is een eland. Eland, eland. Eland weg. Caillou vond het ontzettend grappig dat zo'n groot dier ooit bang zou kunnen zijn voor zo'n klein meisje als Roosje. Op een middag waren Caillou en Sarah aan het spelen in de achtertuin van Sarah. Sarah, etenstijd. 28, 29, 30. Ja, het is gelukt. Mag ik nu een keertje? Maar je weet helemaal niet hoe het moet. Hoe moet dat dan, Sarah? Het is etenstijd, Sarah. Wil je naar binnen komen en de tafel dekken? Dat laat ik je een andere keer wel zien, oké? Doei, Caillou. Waarom blijf je niet lekker bij ons eten, Caillou? Ik bel je mama wel even of het mag. Je mama zegt dat het goed is, Caillou. Wil je Sarah helpen met tafel dekken? Je legt ze gewoon op elke plek neer. Wat zijn dit? Dat zijn eetstokjes. Daar kun je mee eten. Kijk zo. Wat is dit? Dit is Chinese bami met groenten. Ik vind bami heel lekker, maar ik hou niet zo van groenten. En wat is dit? Dat is een lumpia. Geen zorgen, het is geen groente. Oeps. Goed gemikt, Caillou. Eetstokjes zijn een beetje lastig in het begin. Caillou kwam erachter dat je een beetje moet oefenen voor je goed met stokjes kunt eten. Oeps. Olly, de kat van Sarah, was erg blij dat Caillou was blijven eten. Ik eet mijn lumpia met mijn handen. Misschien kun je beter je vork gebruiken, Caillou. Oké. Eet je paksoi op, Sarah. Dat is goed voor je. Kijk, Sarah. Caillou eet wel al zijn eten op. Paksoi is een groente, Caillou. Je houdt toch niet van groenten? Maar ik hou wel van Chinese groenten. Is dat een draak? Ja, dat is een Chinese draak. Wil je hem zelf even proberen? Oeh, je bent ineens een hele enge draak, Caillou. Groen vind ik het allerlekkerst. Ik vind groen ook het allerlekkerste. Caillou, wat ben je aan het doen? Ik wilde één stokje even proberen. Dit kun je niet met stokjes eten. Het is veel te glibberig. Wauw. Oeps. Laat eens zien hoe dat moet, Caillou. Nu kon Caillou Sarah ook iets nieuws leren. Caillou en zijn mama gingen naar het park om met de bal te spelen. Wat hoor ik daar? Dat heb je wel eerder gehoord, weet je nog? Dat weet ik. Zo weet je wanneer het veilig is om over te steken. Pardon. Ik
ben op zoek naar de hondenrace. Ik weet wel waar die is. Echt waar? Waar dan? Het park is die kant op. Het is niet te missen. Bedankt. Elke keer als Caillou naar het park ging, vond hij het leuk om naar de kaart te kijken en dan te besluiten waar hij heen zou gaan. Ik wil graag deze kant op. Oké. Het is oké, geen zorgen, ze bijten niet hoor. Zijn die honden van jou? Oh nee, ik laat de honden uit. Dat is mijn werk. Caillou dacht dat honden uitlaten vast heel leuk zou zijn. Ik ga met deze honden naar de hondenrace toe. Die is hier. Ik ga daarheen. Misschien zien we jullie later. Rustig aan, jongens. Kunnen we misschien ergens mee helpen? Ik geloof het niet. Dat was best wel grappig, of niet? Ja. Aan de kant. Wauw! Cool, hè? Hij heet Dylan. En hij kan een poot geven. Wil je ook eens? Hoi, Dylan. Ik ben Caillou. Wil je die bal voor hem gooien? Hij is ook behoorlijk goed in ballen vangen. Ja, Dylan! Alsjeblieft. Ja, best wel vies, hè? Ik zie je later, maat. Volgens mij kan je het hier wel mee afvegen, lieverd. Oké. Verderop kwam Caillou's mama een oude vriendin van haar tegen, die Barbara heet. En dan ben jij vast Caillou. Ik vind die hond leuk. Hij heet Maxwell. Hoi, Maxwell. Mag ik met hem spelen, hè? Je kunt hem wel aaien. Maar kan hij ook mijn bal gaan halen? Het spijt me, Caillou, maar je kunt niet met hem gaan spelen. Oh. Maxwell is een heel bijzondere hond. Hij heeft belangrijk werk te doen. Werk? Ja, hij helpt mij. Waarmee helpt hij dan? Nou, Caillou, ik ben blind en Maxwell is mijn geleidehond. Blind? Mijn vriendin Barbara kan niks zien. Dus daarom kijkt Maxwell voor ons allebei. Caillou was enorm verbaasd dat honden ook moesten werken. Net als volwassenen. Zou je willen zien hoe hij me helpt? Barbara is blind, weet je nog? Dus ze kan niet zien dat je met je hoofd knikt. Dus als je wilt zien hoe Maxwell zijn werk doet, moet je het me maar zeggen. Oké, ja. Ja, alstublieft. Dit is het tuigje van Maxwell. Dat hou ik altijd vast en dan leidt hij me overal naartoe. Caillou vond het leuk om te zien hoe Maxwell Barbara overal veilig mee naartoe nam. Wat is Maxwell nu aan het doen, Caillou? Hij is aan het zitten. Als hij zit, betekent het dat het niet veilig is om te lopen. Wauw! Kom terug hier! Stop! Stop alsjeblieft!
Caillou had ontdekt dat Maxwell een slimme hond is. Een heel slimme hond. Caillou wist dat dat geluid betekende dat ze veilig konden oversteken. Ja hoor, we kunnen! Maar Maxwell wist dat het nog niet helemaal veilig was om over te steken. Oh. Brave hond, Maxwell. Brave hond, Maxwell. Heel goed gedaan. Het was een heel hete zomerdag en Caillou maakte zich klaar om naar het zwembad te gaan. Hij vond het lastig om zijn zwembandjes om te doen, maar hij wist zeker dat zijn zwemvliezen makkelijker zouden gaan. Caillou had alleen nog zijn duikbril nodig en zijn handdoek. Wat is dit? Een eend met een cape om? Nee, ik ben het. Caillou! Wow, doe die vliezen maar uit, schat. Straks val je. Ik doe ze wel aan mijn handen. In plaats van aan mijn voeten. Mogen we naar het zwembad, mama? Oh, sorry, lieverd. Vandaag kunnen we niet naar het zwembad. Waarom niet? Papa en ik moeten nog heel veel doen hier in huis. Caillou was verdrietig. Hij wilde zo graag zwemmen vandaag. Zwemmen, zwemmen, zwemmen! Roosje wil ook naar het zwembad toe. Oh, misschien kunnen we morgen gaan, Caillou. Maar ik wilde er juist vandaag naartoe gaan. Gilbert heeft het ook warm. Hij heeft geen water meer. Gilbert drinkt sap. Mama, Roosje morst al haar sap. Caillou, veeg dat sap niet op met je handdoek. Ik wou alleen maar helpen, hoor. Ik ga naar buiten toe. Vergeet je pet niet. Oh, en Caillou, vergeet niet je zonnebrand. Maar dat is zo vies plakkerig. Je hebt het nodig. De zon is heel erg fel vandaag. En het is ook heet. Kijk eens, hier heb je iets om koel te blijven. Dank je, mama. Toen hij Gilbert zag, kon Caillou zijn lachen niet inhouden. Maar hij was nog steeds verdrietig, omdat ze niet naar het zwembad gingen. Oh. Je hebt het warm en je hebt gemorst. We gaan het even afspoelen. En meteen afkoelen. De sproeier! Leg jij je maar klaar, dan zet ik hem aan. Oké. Maar er komt geen water uit, mami. Eeuw! Ah. Je maakt een grapje. Kom, Caillou, doe maar mee. Zo kwam Caillou erachter dat je ook in je eigen tuin plezier kon hebben. Alleen Gilbert misschien niet. Kom maar, Gilbert. Doe mee. Caillou had veel zin om naar het restaurant te gaan om te eten. Wom, wom, wom. Piep, 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 piep. Roosje wil auto. Nee, Roosje. Het is mijn auto. Na, 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 na. Doe toch eens rustig, jullie. Hier, Roosje. Ik hoef er toch niet meer mee te spelen. Piep, 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 piep. Vroom. Papa?
Ja, Caillou? Zijn we er al? Nee, maar we zijn er wel bijna. Papa, ik heb honger. Roosje, honger! Ik weet het. Mama wacht op ons bij het restaurant. Nog eventjes. Auw! Papa, Roosje heeft mijn auto kapot gemaakt. Ik kijk er zoveel even naar, schat. We zijn er bijna. Ik heb het heet. Roosje, heet! Mag het raampje open, alsjeblieft? Raampje open, ja! Roosje, zeg me nou toch niet de hele tijd na! Caillou was boos op Roosje en hij had honger. En hij had het heel erg warm. Ophouden, jullie allebei! Kijk, we kunnen weer rijden. Oh nee, wat nu weer? Papi, ik ben een beetje bang. Komt allemaal goed, Caillou. Ik ga wel even kijken. Nou, fijn. Caillou zag dat Roosje bang was. En hij wilde haar geruststellen. Het is al goed, Roosje. Papa? Ja, Caillou? Wanneer gaan we mama nou weer zien? We moeten eerst wachten tot de takelwagen er is. Dat duurt vast niet lang meer. Waar brengt hij onze auto naartoe? Hij sleept ons weg naar de garage. Goed, mensen, we kunnen gaan. Moeten wij in onze auto gaan zitten? Nee, jullie gaan bij mij achterin zitten. Heb je al eens eerder in een takelwagen gereden? Nee. Oh, het is heel erg leuk. Wacht maar. Alles goed daarachterin? Gaat u onze auto repareren? Nee, ik sleep hem weg. Maar in de garage is mijn vader. Hij repareert de auto's. Uw vader? Ja, het staat ook op deze auto. Sanders en zoon. Ik ben de zoon, Jack Sanders. Ik ben Caillou. Mijn vader repareert geen auto's. Ik weet zeker dat jouw papa wel heel veel andere dingen repareert. In de gereedschapskist van mijn vader zitten ook een sleutel en een hamer. Echt waar? En dan kan ik niet eens een auto repareren? Kunt u ook mijn auto maken? Geen probleem hoor, knul. Voor je het weet rijden jullie weer weg. Nee, mijn auto. De Roosje is het wiel kapot. We laten meneer Sanders nu even met rust. We maken jouw auto later, oké? Oké. Papi, ik heb honger. Even wachten, Caillou. Ik moet eerst even mama bellen. Wil je voor mij een snack, Caillou? Ik wil een chocoladereep. Oh, ik heb per ongeluk op de knop van de mueslireep gedrukt. Het spijt me, Caillou. Mag ik op de knop drukken? Oké, maar dan wel op de goeie, hè? Nadat ze papa had gesproken, was mama opgelucht dat iedereen in orde was. Oh, hallo. Ik zie u hier nooit alleen eten. Waar zijn Caillou en Roosje?
Oh, die komen er zo aan. De auto was kapot. Wat raadt u vanavond aan? Meneer Sanders. Ja, hier. Ik ben klaar, Caillou. Je auto is gerepareerd. Die van papa is gemaakt, maar die van mij is nog steeds kapot. Meneer Sanders, mag ik misschien wat gereedschap van u lenen? Natuurlijk, daar ligt het. Aha, precies wat ik nodig heb. Caillou was blij dat zijn vader zijn auto kon repareren. En hij vond het leuk om hem daarbij te helpen. Mami! Hallo, lieverd van me. Was het leuk in de garage? Ja! Allebei de auto's zijn weer gemaakt. Allebei? Mijn auto is ook gemaakt. Oké, Caillou, je weet wat ik heb gezegd. Blijf naar de bal kijken. Ik heb hem! Maakt niet uit hoor, doe maar rustig aan. Hey! Geef mijn bal terug. Kom terug! Papa, help! Hij heeft mijn bal gepakt! Hebbes! Hij heeft een halsband om, dus hij is vast van iemand. Nou, we hebben overal gekeken, maar niemand weet van wie deze hond is. Is hij dan alleen? Misschien is hij verdwaald. Het is wel een bikkel, vind je ook niet? Bikkel? Laten we hem Bikkel noemen! Oh, mag ik hem houden, papa? Tjoe! Het spijt me, Caillou, maar deze hond hoort waarschijnlijk bij iemand die hem nu ontzettend mist. Hè? Huh? Maar weet je wat? We gaan samen op zoek naar zijn baasje, oké? Oké. Caillou was verdrietig. Hij wilde de hond graag zelf houden. Hallo? Is er iemand thuis? Wie hebben we daar? Gevonden! Zijn naam is Bikkel. Hij was verdwaald in het park. We gaan nu op zoek naar zijn baasje. Bikkel, nee, stop! Stout hondje! Wat een rommel. Breng hem anders even naar buiten om hem te wassen. Spoel hem maar af, Caillou. Het was tijd om op zoek te gaan naar zijn baasje. Dus papa maakte een foto om die op het poster te plakken. Lachen maar, Bikkel! Perfect. Nu moeten we hem kopiëren en op de weg terug hondenvoer kopen. En als je nou niemand belt, papa, mag ik hem dan houden? Dat zien we dan wel weer. Een hond hebben is niet zomaar iets. Hallo? Ja? Dat is hem. Goed, tot straks dan. Dat was Bikkels baasje. Ze heeft je poster gezien en komt hem zo ophalen. Rocky! Ze was zo verdrietig toen Rocky weg was. Gelukkig hebben jullie hem gevonden. Nou, Caillou heeft hem gevonden. Toch, Caillou? Heb jij ook een hond? Nee, maar ik heb een kat. En hij heet Gilbert. Echt waar? Jij boft, zeg. Ik wilde ook een kat, maar mijn papa is allergisch. We moeten gaan, liefje. Ga je mee? Ik ben zo blij dat je me hebt gevonden. Bedankt dat je voor Rocky hebt gezorgd. Hoewel Caillou verdrietig was dat Bikkel wegging, was hij heel trots dat hij kon helpen. Dag. Bedankt, hè. Dag. Gilbert. Caillou hield ervan om naar kerstlichtjes in de buurt te kijken. Vandaag zou hij de kerstman ontmoeten en hij had er heel veel zin in. Wat teken je, Caillou? Een tekening voor de kerstman, zodat hij niet vergeet wat ik onder de boom wil. Wat een goed idee, zeg.
Wat ga je aan hem vragen? Caillou vond het best moeilijk om te bedenken wat voor cadeau hij zou willen van de kerstman. Wat dacht je van een speelgoedauto? Eindelijk wist Caillou wat hij wilde hebben. Wanneer gaan we de kerstboom kopen? Vandaag, nadat papa klaar is met werken. Hij kon het bijna niet geloven. De kerstman zien en de boom versieren. Allemaal op dezelfde dag. Caillou! Die slingers moeten in de boom, niet over jou. Mwah. Waar is papa? Volgens mij zit hij nog te bellen. Hij komt zo wel. Ik ga hem halen. Papa, schiet op. We moeten naar de kerstman toe. Ik kom er zo aan, Caillou. Pas op, je neemt er snel mee naar binnen. Caillou kon niet wachten om naar de kerstman te gaan. En hij wilde dat papa ophield met bellen. Oké, heel erg bedankt. Ik spreek u snel weer. Kom op, papa. Schiet nou op. Oké, ik kom al. Weet je wat? Ik ga nog heel even naar de wc. Meen je dat nou echt, papa? Dit is nieuw, zeg. Normaal moet ik op jou wachten. Ik ben zo terug. Caillou, wacht op ons! Hij had zoveel zin om de kerstman te zien. Caillou! Papi? Caillou was bang om alleen de roltrap op te gaan. En papa was al onderweg naar boven. Rustig maar, ik kom naar beneden. Het was heel grappig om papa de roltrap weer af te zien lopen. Je gaat de verkeerde kant op. Dat klopt. Met deze roltrap kun je alleen omhoog. Maar ik moest jou ophalen. Hoi, Clementine. Hoi, Caillou. Ik ga de kerstman vertellen wat ik voor kerst wil. Ik ook. Wat wil jij dan? Ik wil een nieuwe pop en een springtaal en een oven voor mijn eigen keetjes en koekjes. En misschien een nieuwe knuffelbeer of een grote plusje hond. Wat ga jij dan vragen? Maar dat is maar één ding. Caillou wist niet of je meer moest vragen. Want wat hij echt wilde, was dit ene speciale ding. Toen hij Clementine bij de kerstman zag, werd hij opeens nerveus om erheen te gaan en om te vragen wat hij wilde. Ga maar, Caillou. Het is jouw beurt. Wat is dit? Een tekening van mij? Ik krijg heel graag tekeningen. Staat je naam er ook op? Nou, dan moet je me maar vertellen hoe je heet, zodat ik weet van wie die is. Caillou. Maar dit is een prachtige tekening, Caillou. Kom anders even hier zitten, zodat je me mee kunt vertellen. Caillou was blij dat de kerstman zijn tekening mooi vond. En hij was niet meer verlegen. Kijk, dit is net een dinosaurus. Ja, het is een dinosaurus die loopt en praat. Bedoel je dat jij een echte dinosaurus wilt? Nee, een speelgoeddinosaurus met batterijen. Ik heb ook niet veel echte dinosaurus op de Noordpool. Maar ik denk dat ik er eentje heb die jij zou willen. Ja! Vrolijk kerstfeest, Caillou! Caillou was blij dat hij om een dinosaurus had gevraagd. En wie hebben we daar? Roosje, dat is mijn zusje. Roosje, dat is een prachtige naam. En wat wil jij voor kerstmis hebben, Roosje? Roosje is een beetje bang, Caillou. We kunnen beter wachten tot volgend jaar. Dan breng ik jou iets heel bijzonders voor kerstmis, Roosje. Dag, Caillou. Heb een heel, heel vrolijk kerstfeest. Caillou was trots dat hij zich groot had gehouden. En dat hij niet meer bang was voor de kerstman. Waar zijn de kerstbomen, papa? Sorry, ik heb net mijn laatste kerstboom aan die familie daar verkocht. Kijk naar mijn boom, Caillou. We gaan hem nu thuis versieren. Doei! Ik wil ook thuis een kerstboom gaan versieren. Het spijt me, Caillou, maar ze zijn echt op.
Kijk eens aan, Knul. Als jij morgen terugkomt, beloof ik dat ik de mooiste boom heb speciaal voor jou. Ik wil! Nou, dan zie ik jullie morgen. Vrolijk kerstfeest! Caillou was teleurgesteld. Hij wilde niet wachten op morgen. Hij wilde vandaag de boom versieren. Mama, papa, kijk! Wat gebeurt daar? Gilbert! Caillou wilde niet buiten zijn. Hij wilde binnen zijn. De kerstboom versieren. Waarom hebben wij nu geen boom, papa? Die meneer zei dat hij morgen meer bomen heeft, Caillou. Maar ik wil nu de kerstboom versieren. Weet je wat? Misschien kan dat wel. Echt waar? Laten we binnen de doos met die versieringen gaan halen. Wij gaan hier een kerstboom versieren. Mama, mogen we ook binnen nog een kerstboom? Natuurlijk mag dat, lieverd. Caillou was het gelukkigste jongetje op de wereld. De kerstman bracht hem een dinosaurus. En hij zou wel 2 kerstbomen krijgen. Let op! Wauw! Caillou vond het de mooiste boom die hij ooit had gezien. Het was een prachtige winterdag toen Caillou met zijn familie naar de skipiste ging. Er was geen wolkje aan de lucht. Nou ja, misschien toch wel 1 of 2. Ben je klaar om te gaan skiën, Caillou? Caillou was een beetje bang, want hij had nog nooit eerder geskiet. Skiën! Kom mee, Roosje. Wij gaan warme chocolademelk drinken. Zo, laten we je spullen aandoen. Mama, waarom moet ik die helm op? Dat is voor de veiligheid. Het beschermt je hoofd. Oh, deze laarzen zijn veel te zwaar, mama. Maak je geen zorgen. We gaan er toch niet veel mee lopen. Ze zijn om mee te skiën. Hoe dan? Kijk zo, net als Sarah. Sarah! Toen hij zijn vriendin zag skiën, wilde hij het ook meteen proberen. Sarah, wacht op mij! Roosje skiën? Nee, maar je kan vanaf hier wel kijken hoe Caillou het doet. En warme chocolademelk drinken met je papa. Wow! Ik wil niet naar boven. Het is te hoog. Caillou durfde niet in de skilift. Hij was bang om te vallen. Maar als je naar beneden wilt skiën, moet je eerst omhoog. Komt goed, ik ga met je mee. Zie je, Caillou? Dit is toch niet eng? Mama, het is te hoog. Rustig maar, schat. Je zit aan mij vast. Hoi, Caillou. Mama, ik wil net zo skiën als Sarah. Dat heet een pizzapunt. Eerst moet je met je skis een pizzapunt maken. Bedoel je zo? Ja, maar dan moet je ook je knieën buigen. Kijk zo. Het is niet erg, Caillou. De eerste keer valt iedereen. Kom maar, probeer het nog eens. Je moet je skis naast elkaar doen, zoals ik. Caillou wilde aan Sarah laten zien dat hij het helemaal zelf kon. Ik ga dus echt nooit meer skiën. Maar kijk, je bent bijna helemaal beneden. Caillou was trots op zichzelf. Hij was dan wel een paar keer gevallen, maar hij stond steeds weer op en probeerde het nog eens. Oh, ik heb het koud. Ik ga binnen warme chocolademelk drinken. Ik ook. Roosje kan niet wachten om ook te skiën als ze ouder is. Oh, was er maar een manier zodat we nu met z'n allen naar beneden konden gaan. Ik heb wel een idee hoor, mama. Hey! Caillou
was heel erg opgewonden, want hij ging voor het eerst een lange rit maken met de trein. Wanneer komt de trein eraan, mama? Trein! Het zal niet lang meer duren, lieverd. Phew, die zijn zwaar, zeg. We gaan maar 2 weken weg, maar we hebben ingepakt voor de hele zomer. Papi, papi, ik hoor de trein, hij komt eraan. Caillou keek heel erg naar de treinreis uit. Maar toen hij de trein dichterbij zag komen, begon hij een beetje bang te worden. Mami! Wat is hij groot, hè, Caillou? Oh, Caillou kon niet geloven hoe groot de trein was. Het geluid maakte hem bang. Maar ik wil niet gaan. Je hoeft helemaal nergens bang voor te zijn. Kom mee, we moeten instappen. Komen jullie ook nog mee? Ja, meneer, dat klopt als een bus. Nou, dan moet iemand je vader helpen die koffers te dragen. Kijk eens aan. Maken jullie een verre reis? Wij zitten 2 hele dagen in de trein. Echt waar? En wat is je naam? Caillou. Nou, Caillou, heb je ooit in de trein geslapen? Nee. Je gaat het super vinden. Wacht maar af, je wordt zo in slaap gewiegd. En waar is je bed? Dat is het leukste deel. Als het donker is, zullen ze verschijnen. Je moet 3 keer slaap zeggen en in je handen klappen. En geloof me, dan zijn ze er. Echt waar? Echt waar. Maar eerst moet ik de kaartjes zien. Dank je. We kunnen elk moment vertrekken. Ik zie je later, Caillou. Papi, het is net alsof het treinstation beweegt. Het is toch echt de trein die rijdt, Caillou? Het lijkt net alsof het andersom is, hè? Zullen wij de trein gaan verkennen terwijl Roosje bij mama een dutje doet? Caillou had zoveel zin om de trein te ontdekken dat hij moeilijk stil kon blijven. Het is nog best lastig, hè, om door een trein te lopen, vind je niet? Caillou vond het lopen door de trein lijken op een pretparkattractie. Waar is de wc? Dat weet ik niet, maar die kan nooit ver weg zijn. Want ik moet heel nodig toe. Caillou had echt nog nooit zo'n kleine wc gezien. Hij wist niet hoe alles werkte. Gaat alles goed daarbinnen? Ik weet niet hoe het werkt, papi. Hey, dit is precies jouw maat. Kijk, je drukt op deze knop om door te spoelen. Vergeet je niet je handen te wassen? Caillou vond het grappig dat hij in zo'n kleine wc was. Het was veel kleiner dan bij hem thuis. Hi. Oh, hallo daar. Wat is jouw naam? Caillou. Wat vind je van mijn keuken? Wij hebben ook een keuken, maar die is veel groter dan deze. Ja, dat kan kloppen. Maar reist jouw keuken ook naar verre oorden? Nee, dat doet hij zeker niet. Kunt u ons vertellen waar het restaurant is? Is er ook een restaurant? Hey Caillou, dat ziet er goed uit. Dus, hebben jullie de grote tour gedaan? Eens zien. De wc, de keuken en nu het restaurant. Ja, dat noem ik wel een grote tour. Maar dus, zijn jullie nog niet in de koepel geweest? Dat is het allerleukste. Caillou beleefde al zoveel nieuwe avonturen dat hij niets kon bedenken wat nog leuker kon zijn dan een 3-dubbele choco-ijs. Wat is een koepel? Oh, de koepel is een geweldige plek. Je neemt de trap omhoog en opeens lijkt het of je in een vliegtuig vliegt. Vliegen in de trein? Volgende halte, de koepel. Wow, rustig aan, Caillou. Je wilt toch geen buikpijn krijgen zodat je straks niet meer kan vliegen, toch? Ga maar, Caillou.
Caillou vroeg zich af hoe een vliegtuig in een trein terecht kwam. Hoe kun je nu vliegen in een trein, papa? Stanley vergeleek het met een vliegtuig omdat we boven de grond zijn en heel erg snel gaan. Kom mee, we gaan kijken. Wauw, Caillou, wat prachtig. Snap je nu wat Stanley bedoelde met dat vliegtuig? Vroom, 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 vroom. Caillou deed net alsof hij met zijn eigen vliegtuig vloog. Hij genoot van de voorbijgaande wolken door het glazen dak. Kom op, Caillou. Het is bedtijd. Ik wil niet naar bed toe. Caillou vond het zo leuk in de trein dat hij nog niet naar bed wilde gaan. Kom binnen. Stanley, volgens mama is het bedtijd, maar de bedden zijn er nog niet. Echt waar? Dat is gek. Is het donker buiten? Zijn jullie tanden gepoetst? Dan is het denk ik tijd voor de toverwoorden. Weet je nog wat je moet doen, Caillou? 3 keer slaap zeggen en in mijn handen klappen. Slaap! Slaap! Roosje, wacht. Ik ben nog niet klaar. Nu moeten jij en Roosje jullie ogen heel hard dichtknijpen, oké? Zijn jullie klaar? En niet spieken. Oké, Caillou, zeg nu langzaam de 3 toverwoorden. Slaap, slaap, slaap. Oké, Caillou, je mag weer kijken. Wow! Slaap lekker, droom zacht. Goedenacht, Stanley. Caillou werd zacht in slaap gewiegd door de geluiden van de trein die door de nacht zoefde. Het was een perfecte dag voor een rondje door het park. Boot! En een perfecte dag om te varen met een boot. Wee! Hoi, dat is mijn boot. Hij is mooi, hè? Caillou wilde de boot liever niet teruggeven. Hij wou dat hij ook zo'n grote boot had om mee op het meer te varen. Ik wil ook zo'n boot. Je hebt thuis genoeg mooie boten, schat. Kom mee. Tijd voor de vloot om uit te varen. Wat is er aan de hand, Caillou? Plastic bootjes zijn voor baby's. Ik wil een grote boot, zoals die bij het meer. Stap maar in. Gaan we naar het meer om bootjes te kijken, mama? Nee, jullie gaan iets veel leukers doen. Roosje en jij gaan een dagje bij opa Noma op bezoek. Waar is opa? Hier, Caillou. Ik ben beneden om ruimte te maken voor mijn nieuwe werkbank. Wil je me helpen, Caillou? Wat is dat? Het oude kinderbadje van je vader. Maar als ik hem opknap, is het perfect voor jou en Roosje. Wat zit hierin, opa? Oh, daar zit van alles in. Misschien wel dinosaurusbotten. Oh, deze is eigenlijk nog prima in orde. Een boot! Oh, mijn oude boot! Ik heb hem gemaakt met je vader toen hij net zo oud was als jij. Hij is net als de boot bij het meer. Laten we gaan varen. Hij ziet er wat gehavend uit, Caillou. Ik weet niet of dat nog wel kan. Toe, opa. Ik wil nu gaan varen. Eigenlijk zou hij het toch moeten doen. Ach, laten we het proberen. Hij doet het. Oh. Dat geeft niet. Een goede zeiler kent tegenslagen. Maar als we de boot een beetje kunnen opknappen, is hij weer zo goed als nieuw. Caillou en opa hebben de hele middag aan de boot gewerkt. Waarom verf je niet een zee van Caillou? Helemaal goed. Kom, we gaan nu naar het meer. Hij kan nu nog niet varen, Caillou, want eerst moet de verf drogen. Caillou vond dat de verf wel heel lang nodig had om te drogen.
Is het nu wel droog? Ik denk dat hij nu wel droog is. Yay! Oh, dat geeft toch niet. Dan maken we ons eigen meer. Kom mee. En wat nu, mama? Deze ochtend hielp Caillou mama zijn favoriete ontbijt te maken. Pannenkoeken. Er moet nog een ei bij. Die pak ik wel, mama. Ik zie geen eieren. Uh-oh. Zo te zien zijn de eieren op en ik kan geen pannenkoeken maken zonder ei. Wat een pech, zeg. Caillou had heel erg veel zin in die pannenkoeken. Geen pannenkoeken? Geen pannenkoeken? Laten we eieren gaan kopen, papa. Dat is een goed idee, Caillou. Voor je het weet ben ik weer terug met een doos eieren. We hebben maar één ei nodig. Misschien kunnen we die lenen van meneer Hinkel. Ga jij het aan hem vragen, Caillou? Hey, hallo, Caillou. Mag ik een ei van u? Tuurlijk. Dit is een kakelvers ei. Caillou had nog nooit een bruin ei gezien. Ben je wel eens op een boerderij geweest? Wil je daar misschien naartoe? Ja! Zo leek het toch nog een leuke dag voor Caillou te worden. Hij zou pannenkoeken eten en misschien naar een boerderij gaan. Wat aardig van u dat u Caillou meeneemt naar de boerderij van uw zus. Oh, geen probleem. Mijn zus kan er altijd wel een helpende hand gebruiken. Eet je pannenkoeken maar op, Caillou. Jullie moeten gaan. En klaar. Ben je klaar om een dagje een boer te zijn, Caillou? Hier heb ik gewoond toen ik nog een jongetje was. Caillou kon zich niet voorstellen dat meneer Hinkel ooit een jongetje geweest was. Hallo, zus. Kijk nou, Paaltje. En wie heb je bij je? Dit is mijn buurjongen Caillou. Hij wil graag een dagje boer zijn, dus hij gaat je helpen. Nou, leuk je te ontmoeten, boer Caillou. Ik ben Nancy, meneer Hinkels grote zus. Oh, Nan, door jou zit er allemaal bloem op mijn kleren. Ja, vind je het gek, Paaltje? Ik ben bezig met een taart. Kom mee, dan kan je helpen. Moet het zo? Er moet meer bloem op je taart en minder in je gezicht. Wat nu? We hebben appels nodig voor de vulling. Die pak ik wel. Waar liggen ze? Ik zal ze even laten zien, Caillou. Kom maar mee. Caillou dacht dat als hij nog ietsjes hoger kon springen, hij bij de appel zou kunnen komen. Zal ik je even optillen? Er waren zoveel mooie appels. Caillou wist niet welke hij moest kiezen. Wat vind je van die? Maar met de hulp van meneer Hinkel heeft hij de mooiste appels voor de taarten geplukt. Is het zo goed? Heel goed. Caillou kon niet wachten om de taart te proeven. Wanneer kunnen we het opeten? Oh, dat duurt nog wel even. Zullen we de kippen gaan voeren, zolang hij nog moet bakken? Volgens mij heb je nog nooit kippen gevoerd, of wel? Ik geef mijn lieve kat Gilbert soms te eten. Mooi zo. Dan weet ik zeker dat dit gaat lukken. Caillou werd achterna gezeten door de kippen. Help! Hij werd er bang van. Ik neem aan dat Gilbert niet zo gretig is als deze hongerige kippen.
Dit houdt ze wel uit de buurt. Hey, kom terug. Nu was het Kajoe's beurt om de kippen na te jagen. Gevonden! Kajoe kon zijn ogen niet geloven. Het ei was uit het niets verschenen. Waar komt dit ei nou vandaan? Het kwam uit deze kip. Daar komen eieren vandaan. Toen ik klein was, kwam ik hier heel graag. Waarom? Nou, vooral door deze schommel. Vind jij ook vast leuk. Hoger! Hoger! Ik wil nog een keer! Wow! Kajoe was bang voor de boze kat. Gilbert blies nooit zo naar hem. Wees maar niet bang. Ze is waarschijnlijk meer van jou geschrokken dan andersom. Kijk. Ongelooflijk. Ze was gewoon bezorgd om haar kittens. Als we heel stil zijn, kunnen we wel even naar ze kijken. Kajoe had nog nooit zulke kleine katjes gezien. Hij kon wel uren naar ze kijken. Kajoe. Kom mee, Kajoe. Kajoe vond het katje zo leuk dat hij hem niet achter wou laten. Mag ik dit katje houden, alsjeblieft, meneer Hinkel? Hij is nog heel jong en hij moet nog bij zijn moeder zijn. En thuis wacht Gilbert toch op jou. Kom mee, ik ruik taart. Kajoe vond het de lekkerste taart die hij ooit had geproefd. En hij had hem zelf gemaakt. Daar ben je weer. Heb je het leuk gehad? Kajoe was een goede hulp. Hij heeft de kippen gevoerd en appels geplukt en zelfs een heerlijke taart gebakken. En ik heb een babykatje vastgehouden. Kakelverse eieren. Wat heerlijk, zeg. Nee, mama. Kippenvers. Toen Kajoe wakker werd, was hij helemaal opgewonden. Want vandaag was het een bijzondere dag. Gilbert, het is moederdag en ik heb een cadeau voor mama gemaakt. Kijk. Waar is mama? Mama mag vandaag eens lekker uitslapen. Ik breng haar even een ontbijtje. Wacht, papa. Je moet dit niet vergeten. Kajoe was trots dat hij zijn cadeau helemaal zelf had ingepakt. Hij kon niet wachten om het aan mama te geven. Gefeliciteerd, lieve mama. Dank je wel, Kajoe. Maar ik ben niet jarig vandaag. Vandaag is het moederdag. En dit is vast mijn moederdagcadeau. Maak het maar open. Nee, schat, ik heb een veel beter idee. Ik maak hem straks open tijdens de brunch. Wat is brunch? Dat is ontbijt en lunch tegelijkertijd. En aangezien het mama's speciale dag is vandaag, gaan we lekker samen brunchen in een restaurant. Ja! Vissen! Goedemorgen, meneer en mevrouw. Komt u maar mee. Uw tafel is gereed. Niemand had Kajoe ooit meneer genoemd. Hij vond het heel leuk dat hij als een meneer werd behandeld. Waar is het eten, papa? Het eten staat op die grote tafels daar. We mogen het zelf gaan halen. Dat heet een buffet. Alsjeblieft, lieverd. We moeten ons eigen bord meenemen. Die mensen stonden al langer te wachten, Kajoe. We moeten rustig wachten totdat wij aan de beurt zijn om op te scheppen. Kajoe had nog nooit zoveel eten bij elkaar gezien. Hij wist niet waar hij moest beginnen. Zelf dragen. Oké, maar wel voorzichtig. Heel rustig lopen. Dat geeft niks, lieverd. Iemand komt dat vast opruimen. Maar ik geloof dat ik beter je bord kan dragen, oké? Kajoe was teleurgesteld. Hij wilde heel graag aan mama laten zien dat hij het best zelf kon. Vind je het eten niet lekker, Kajoe? Ik heb geen honger meer, papa. Kunnen we al naar huis toe? Volgens mij zie ik iets waar jij vast vrolijk van wordt. Krijgt mama geen taart met kaarsjes erop? Dat doen ze normaal gesproken niet voor moederdag, Kajoe.
Kies jij maar alvast een lekker taartje uit. Ik denk dat ik wel iets kan regelen, als de jongeman dat graag wil. Ja! Hartelijk gefeliciteerd! Oeps! Ik bedoel, fijne moederdag, lieve mama. Dank je wel, Caillou. Wil je me helpen om het kaarsje uit te blazen? Nu mag je mijn cadeautje openmaken, mama. Het is mijn lievelingsauto. Daar kun je de hele dag heel fijn mee spelen. Dank je wel. Dit is de allerbeste moederdag ooit. Caillou deed alsof hij een leeuwentemmer was. En dat was heel erg leuk. Maar hij had een klein probleempje. Zijn leeuw wilde niet echt meewerken. Kom op, Gilbert. Springen. Kijk zo. Tada! Oh. Kom terug. Daar zit je dus. Caillou was een klein beetje bang voor de hond. Maar Gilbert was nog veel banger. Gilbert. Kom naar beneden, Gilbert. De hond is alweer weg, hoor. Kijk eens, ik heb jouw lievelingsmuis bij me. Hij zat zo hoog in de boom dat Caillou bang was dat hij misschien zou vallen. Oh nee! Papa, help! Deze ladder is niet lang genoeg om bij Gilbert te komen. Maar we moeten hem redden. Dat gaan we ook doen, maar we hebben hulp nodig van iemand die een langere ladder heeft. Caillou vond het erg leuk om de brandweermannen en hun grote rode brandweerauto te zien. Erik, ben jij dat? Ja, reken maar. Hé, lang niet gezien, zeg. Ken jij mijn papa? Caillou was onder de indruk dat zijn vader een brandweerman kende. Nou, en of. Ik speelde altijd met je vader toen wij klein waren. Ik heet Erik. Hoe heet jij? Caillou. Leuk je te leren kennen, Caillou. Oké, we gaan je kat even uit die boom halen. Goed, Stacy. Schuif de ladder maar uit. We hebben hem zo weer beneden. Je vindt het vast niet erg als ik deze van je leen, toch? Dank je wel. Ik kom eraan, Gilbert. Kom maar bij mij. Ik heb iets leuks voor je. Caillou was verbaasd hoe lang de ladder van de brandweerauto kon worden. Hoog, hoog, nog hoger. Hij had nooit zo hoog kunnen klimmen als Stacy. Hebbes. Ja! Gilbert! Ontzettend bedankt. Graag gedaan, hoor. Mag ik even in de brandweerauto kijken? Ik heb een beter idee. Waarom kom je niet kijken in de brandweerkazerne? Als dat mag van je vader. Mag dat? Dat zou wel heel erg leuk zijn, hè? Mogen we met de brandweerauto mee? Natuurlijk mag dat. Ja! Als je daarop drukt, dan gaat de sirene op het dak aan. Doe maar, Caillou. Druk er maar eens op. Ik denk dat ik het zelf kan, papa. Caillou wilde net als Erik en zijn papa zelf uit de brandweerauto stappen. Maar het was toch niet zo makkelijk als het leek. Dat is een klein beetje te hoog voor jou, Caillou. Ik help je wel even.
Hier hangen onze brandweerpakken. Bij een noodgeval moeten we onze pakken en laarzen snel aan kunnen trekken. Deze laarzen zijn heel erg groot en zwaar. Waarom probeer je niet even of je ze past? Ik ben bang dat je niet groot genoeg bent om een brandweermannenlaars te passen. Nog niet. Het is ook erg belangrijk dat de brandweerauto heel goed onderhouden wordt. Ik zie dat Sparky je al officieel welkom heeft geheten. Wat doet het hondje nou weer hier? Sparky werkt hier. Hij is een brandweerhond. Hij spoort de branden op, zodat wij ze dan weer kunnen blussen. Dit is het lievelingsspel van Sparky. Ga jij maar even met hem spelen, Caillou. Als we boven zijn en het alarm gaat, dan glijden we vliegensvlug naar beneden en kunnen we meteen beginnen. Het is wel heel erg hoog. Oh, daar wen je wel aan. Toen ik net begon, was ik zelf ook een beetje bang. Maar weet je, als je een beetje oefent, dan kom je erachter dat het niet eng is. Echt waar? Mm-hmm. Oh, we moeten gaan. Werk aan de winkel. Kom snel maar weer eens langs. Volgens mij schuilt er een brandweerman in die knul. Caillou vond de paal wel heel erg hoog. Hij was niet zo zeker dat hij daarvan af zou durven glijden. Maar papa wist een perfecte plek om het samen te gaan oefenen. Wee! Tada! Hartstikke goed. Als je hard blijft oefenen, ben je voor je het weet een echte brandweerman. Geen zorgen, Gilbert. Brandweerman Caillou komt je wel redden. Zie je wel? Ik heb je gered. Wat fijn dat ik brandweerman ben, hè, Gilbert? Caillou en Roosje waren heel blij, want ze gingen samen een weekend naar opa en oma toe. Roosje mag het doen. Jij bent veel te klein, Roosje. Daar zijn jullie al. Oma, ik blijf vanavond bij u thuis slapen. Oma! Dag, Caillou. Mwah. Dag, Roosje. Mwah. Caillou, wacht nou even. Is mijn bed heen. Dit is nu mijn naaikamer geworden. Jij en je zus gaan samen een kamer delen. Maar ik wil helemaal geen kamer delen met Roosje. Weet je dat zeker, Caillou? Ik denk dat je jezelf bedenkt als je de verrassing van opa ziet. Een verrassing? De verrassing staat hier binnen. Wauw! Ja! Verrassing, Caillou. Een stapelbed. Ik wil in het bovenste bed. Ik wil daar. Nee, Roosje. Ik mag in het bovenste bed. Roosje wil dat ook. Sorry, Roosje, maar die is nog te hoog voor je. Je moet nog een beetje groter groeien om in de hoogslaper te slapen, Roosje. Jij mag lekker onderop slapen. Tijd om te gaan slapen. Ah, maar we zijn aan het spelen in ons fort. Jullie mogen morgen weer in jullie fort spelen. Heb je hulp nodig om naar boven te klimmen, Caillou? Nee, ik klim zelf wel naar boven. Dat was een makkie. Welterusten, Caillou. Nu lekker gaan slapen. Oké, oma. Welterusten. Caillou was zo enthousiast dat hij in het bovenste bed mocht slapen, dat hij niet goed in slaap kon komen. Alles zag er heel anders uit van bovenaf. De vloer leek ineens wel heel erg ver weg. Roosje, slaap je al? Geen zorgen, Teddy. Oh nee. Teddy? Roosje, wil je Teddy even aan me geven? Oké.
Roosje durfde niet op de ladder te klimmen. Het bovenste bed was toch wel heel erg hoog. Het geeft niks, Roosje. Ik kom wel even naar beneden. Caillou wist niet zeker of hij wel weer helemaal naar boven wilde klimmen. Goedemorgen. Dus je bent toch maar niet in het bovenste bed gaan slapen, Caillou? Nee, Teddy was een beetje bang. Dus we zijn lekker beneden gaan slapen. Ik ben de eerste. Wee! Oma? Opa? Hallo? Er is niemand thuis. Wacht, laat mij maar even. Ik wil het doen, papa. Hallo, jongens. Hoi, pap. Dag, Caillou. Veel plezier, hè? Papa moest een paar klusjes doen vandaag. Caillou bleef bij opa en oma tot papa weer terugkwam. Doei, papa. Opa, ik heb een nieuw speeltje. Een tol. Hij draait op de vloer en hij maakt geluid en geeft licht. Heb je hem bij je? Ja, in mijn tas. Oh, nee. Caillou kon het niet geloven. Zijn papa was gewoon weggegaan met zijn speelgoed. Caillou was erg verdrietig. Hij wou opa graag laten zien hoe goed hij kon tollen. Oh, dan laat je die tol gewoon zien als papa weer terug is. Kom mee. Dan gaan we eens kijken wat oma aan het doen is. Caillou, wat ben ik blij om jou te zien. Hoi, oma. Goed, dan ga ik er nu vandoor. Ik moet even naar de winkel. Voor je het weet ben ik weer terug. Hoi, ik kwam er net achter dat Caillou zijn tas in de auto had laten liggen. Oh, fijn. Dank je wel. Hallo? Hé, nou zeg, dat is een leuke verrassing. Wat is er aan de hand, Caillou? Je bent altijd dol op tuinieren. Papa heeft mijn tol meegenomen. Hij draait en maakt heel veel geluid. Dat klinkt als een erg leuk speeltje. Maar misschien is er wel wat anders te vinden waar we plezier mee kunnen maken. Nee, ik wil met mijn tol spelen. Nou, dat is heel spijtig, want volgens mij heb ik iets gevonden. Wat is dat? Het is een aardappel. En ik durf te wedden dat we net zoveel lol hebben met die aardappel als met je speelgoed. Dat is fijn om met je te praten. Ik zie je gauw, hè? Oeh, er was iets dat ik nog moest doen. Wat was het ook alweer? Oeh, natuurlijk. Ik moest naar de winkel toe. Opa was de tas van Caillou helemaal vergeten. En Caillou stiekem ook, want die had ineens best een boel plezier. Ik heb er nog één gevonden. Zou ik de aardappel mogen hebben, alsjeblieft? Ik wil het doen. Volgens mij kan ik de aardappel beter snijden, maar jij mag het papier pakken. Moet je nou eens zien, een voetstap. Dat is precies wat we gaan doen met die stukjes aardappel. We gaan lekker stempelen. Het is een boom. Dat klopt. En wat heb jij? Een ei. Hallo, jongens. Leuk aan het spelen. Ja. Heb je eieren meegenomen? Ik zag dat ze op waren. Even kijken. Brood, melk. Zit hier soms nog wat in? Nee, geen eieren. Hier is een ei, opa. Kijk nou toch. Dat is een mooi ei. Goed, dan ga ik maar even terug naar de winkel voor de eieren die oma nodig heeft. Mag ik mee?
Dan neem ik mijn afdruk mee, zodat we dit niet vergeten. Dat is een goed idee. Opa, kijk! Er staat een dinosaurus op de doos. Zou er dan ook een echte dinosaurus in zitten? Nee, er zit gewoon muesli in. Volgens mij heb je gelijk. Even denken. Wat kwamen we hier nou ook alweer kopen? Eieren. Heel goed. Denk je dat jij de eieren kan vinden? Ja, hierheen. Hey, wacht op opa. Kijk, opa. Aardappelen. Ik geloof niet dat we die nodig hebben. Is deze goed, opa? Nou, ik haal altijd deze. Wow, met eieren moet je heel voorzichtig zijn, Caillou. Waarom? Omdat ze snel kunnen breken. Is dit goed? Je ei snapt het. Oma, kijk. Ik heb de eieren helemaal naar huis gedragen en ze zijn niet gebroken. Caillou heeft geleerd dat eieren heel breekbaar zijn. En ik heb opa laten zien waar de eieren lagen in de winkel. Dit kunstwerk van Caillou was toch erg handig. Ik ga een groentesoep maken. Dit is niet zomaar soep, maar de allerlekkerste soep van de hele wereld. Oh, moet je kijken. Hier, dit zijn net een paar ogen. En dit is je neus. Een slasnoor. Wauw, moet je zien. Mag ik de neus lenen voor in de groentesoep? Papa! Je had mijn speelgoed meegenomen. Maar ik had je tas aan opa gegeven. Oh nee, Caillou, ik ben vergeten om jou je tas te geven. Het spijt me. Oh, meen je dat? Dus je speelgoed heeft al die tijd hier gestaan. Maar zonder dat speelgoed was het toch leuk. Papa, ik ben naar de winkel geweest met opa. Dat klinkt als een leuk uitje. Papa, kijk. Alsjeblieft, Caillou. Mag ik nu je speeltje zien? Nee, ik wil naar huis om mijn afdrukken aan mama te laten zien. Aardappelen? Ik heb die afdrukken van een aardappel gemaakt. Die heb ik uit de tuin gegraven en daarna heeft oma ze gesneden en toen hebben we mooie afdrukken gemaakt. En zo kwam Caillou erachter dat er wel meer manieren zijn om plezier te maken, zelfs als